Welkom bij een nieuw filmpje van ipikids.nl. In dit filmpje laat ik jullie zien hoe je een triptrap nieuwbouwhoes kunt maken voor de nieuwere versie van het triptrapstoel. Het patroon voor de hoes is verkrijgbaar op onze website www.ipikids.nl. Om de hoes te maken heb je de volgende producten nodig: stof, garen, elastiek, een meetlint, stofschaar en eventueel een klein schaartje om de draadjes mee af te knippen, naalden, een strijkijzer, eventueel vlieseline om te verstevigen en je naaimachine. Nadat we het patroon hebben uitgeknipt, gaan we de twee stroken aan elkaar naaien. Zorg ervoor dat wanneer je naait, dat je met de goede kanten op elkaar naait. Na het naaien van een lange strook gaan we de bolling in de hoes maken. Dit doe je door deze twee delen met elkaar te verbinden. We leggen de stof met de goede kant op elkaar, spelden deze en dan kun je voetje breed met een rechte steek naaien. Nadat we de bolling hebben gemaakt in de hoes, gaan we de lange strook vastmaken. Ik speld bovenaan de naad precies in het midden en begin dan de rechterkant vast te maken en daarna de linker. Als we in het midden onderaan zijn, maken we ook de stroken onderaan vast. Dus ik speld hem hier bovenop en dan ga ik de ene kant en dan de andere kant. Als ik daarna hier onderaan ben, ook precies in het midden, naai ik de stroken aan elkaar vast, zodat hij rondom helemaal vast zit aan de hoes. Na het strijken kunnen we het elastiek gaan bevestigen aan de hoes. Dit kan op twee manieren. De eerste manier is om rondom een tunnel te maken en later het elastiek erdoor te rijgen. En de tweede manier is om het elastiek gelijk mee te naaien. Ik vind de tweede manier zelf het makkelijkst. Bij de tweede manier maak ik een kant van het elastiek vast en naai deze mee. Ik leg deze dus aan de onderkant van de tunnel en naai hier een keer, of een paar keer, zodat hij extra goed vast zit overheen. Daarna ga ik de hele tunnel vastmaken. Zorg dat overal dus even gelijk is. Terwijl ik die vastmaak, trek ik nog niet aan het elastiek. Ik trek pas aan het elastiek als ik terug ben bij het begin. Dan haal ik het elastiek er doorheen, trek ik hem strak en maak ik hem aan het einde maak ik hem weer vast. Zodat rondomheen het elastiek strak getrokken is, maar ook dat je de vrijheid hebt om de juiste breedte te naaien. Als we daarmee klaar zijn, kunnen we de gaten in de hoes maken. Deze kun je aftekenen door middel van het patroon. Daar staan ze op aangegeven. De gaten kun je eventueel verstevigen met vlieseline, zodat ze extra strak en mooi blijven. De gaten kun je maken door middel van de knoopsgaten op je naaimachine. Ik gebruik zelf nummer 26 op mijn naaimachine. Nadat je de knoopsgaten, of eigenlijk de gaten in de hoes hebt gemaakt, kun je deze doorknippen, zodat er echt daadwerkelijk een gat ontstaat. En daarna is je hoes klaar voor gebruik. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video van ipikids.nl. Mochten jullie vaker video's willen zien, abonneer je dan op dit kanaal. Kijk ook eens op onze website en Facebookpagina voor onder andere leuke acties en tutorials. Bedankt voor het kijken.